Zo, wij gaan vandaag naar de allereerste pony. Mijn moeder en ik. Die is in Friesland. Het is 2,5 uur rijden. En dat is super lang. Ik heb er heel veel zin in. De pony lijkt heel veel op Bel. Ze is 4 jaar oud. En ik ben benieuwd wat het gaat worden. Zo, we zijn in Friesland. Er zijn hier allemaal gekke namen. En ook een andere taal volgens mij. Maar ik hoop dat we de pony daar waar we naar gaan kijken. Dat daar kan de eigenaar wel gewoon Nederlands praten. Want anders is het snel voorbij. En we gaan naar een 4-jarige Mary kijken. Een vosje. De naam weten we nog niet helaas. En daar ga ik op rijden. Kim en Christine zijn niet mee omdat ze vandaag iets anders ingepland hadden. En het was ook iets te kort. Maar de partner. Ja, dat. Dus daarom zijn we gezellig met z'n tweetjes. Ja, ik ben benieuwd. We zijn er bijna. Nog 3 minuten. En dan ga ik jullie zo de pony laten zien. Ingespannen? Wel een beetje. En je vond het ook een beetje schuldig. Ja, want ik ga ineens naar een andere pony te kijken terwijl ik al een pony heb. En mijn pony gaat weg en dat en dat. En het is niet prettig. Zo, we zijn bij de pony geweest en we zijn gaan kijken bij. Toen ik hem zag, toen dacht ik van, hey, die lijkt heel op Bel, dat is niet normaal. Oh, mag ik maar. Toen ging ik er naartoe en ze begon gelijk te likken. Normaal, ja. En ik begon gelijk met haar te knuffelen, net zoals ik met elk paard doe dat ik zie. En dat vond ik heel erg fijn en leuk. Dat soort dingen. En wow, ik kan mijn ogen nu super goed zien. En toen ging ik haar poetsen. En deze ook allemaal heel braaf en ze waarde heel erg. En toen ik kreeg heel veel en toen. Dus sorry. Toen ben ik. Toen heeft het baasje gezadeld en heb ik ook mee geholpen. Ik heb spullen aangedaan. En we zijn naar bak toe gegaan en heb ik bijna de zadel kapot gemaakt. Omdat ik tegen de leuning aankwam. Sorry. En toen ben ik gaan rijden. Ik ging eerst heel lang stappen, wat ook fijn. We hebben een beetje kennis gemaakt. En het ging best goed. Ik ging draven, gaan galopperen, ging het ook goed. We hebben een sprongetje gemaakt. De eerste keer weigerussen, maar daarna ging ik er overheen. De eerste paar keer weigerussen. De eerste 2 keer weigerussen. Daarna hadden we een balkje ernaast gelegd. En toen ging ze daar overheen. Toen hadden we 3 balkjes op elkaar gelegd. Toen ging ze ook overheen. Toen een half kruisje, toen een heel kruisje, toen een steltje. Dus toen hebben we gesprongen. En toen wou ik er niet meer af. Ik heb heel lang toen met haar uitgestapt. We hebben videobeelden gemaakt en toen zijn we verder gegaan. Dus, oh, oops, sorry. Dus toen kreeg je me bijna niet meer van die pony af. Op een gegeven moment zei mijn moeder, ja, ze deed het hek open. Dus ik moest er wel uit. Afgestapt, heb ik nog een keer met haar gegroet. Hebben het feestkapjes afgedaan, het zadel afgedaan. Borsteltje eroverheen gehaald. Toen heb ik deken opgedaan. En heb ik haar naar de stal gebracht. Toen ben ik heel lang met haar blijven knuffelen. Toen zei mijn moeder en haar baasje zijn alvast thee gaan drinken.
En ik bleef nog even koelen. Ik heb mijn spullen opgeruimd. Ben ik. Heb ik in de auto gedaan. Ben ik daar ook limonade gaan drinken. En ja, zo was een beetje mijn allereerste ervaring met. Ik heb ook al mijn Little Pony naam opgezocht. Want dat vind ik leuk. En we hadden iets van Lily. Blossom. Lily Blossom. Dus Blossom van de Powerpuff Girls. En dan Lily. Weet ik niet. Dus dat hebben ze in elkaar gedaan. Dus Lily Blossom zo. Hoep. En ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel net zoals ik met Bella had. Alleen deze keer was het wat anders. Omdat Sterre net dood was. Toen dacht ik natuurlijk wel van, hey, nu moet ik een nieuwe pony. En nu zit de haast of de druk er niet achter van, je moet een nieuwe pony. Nu mag je een nieuwe pony, want je hebt al een pony. Dus dat was erg fijn. En ze staat niet op mijn nummer 1. Omdat op dit moment wel nog een soort van op mijn nummer 1 staat. En dan komt zij wel rustig aan naar boven. Als het lukt. Als ze mijn pony wordt, zou wel leuk zijn. Want ze is nu nog niet het allerbeste pony voor me, omdat ik Bella natuurlijk nog heb. Maar als ze echt mijn pony zou worden, dan denk ik dat ze ook op een soort van mijn nummer 1 kunt staan. Want ik heb natuurlijk gewoon aan Heya ook nog. Nou, Heya is niet van mij, maar die staan ook nog op mijn nummer 1. Dan mag zij de gedeeltelijke, mogen ze de gedeeltelijke nummer 1 delen. Want ik heb de speciale nummer 1, daar staat alleen Sterre. En daar komt Bella ook te staan. En Verona, Heya en nu nog Bella staan nu echt op mijn plaatselijke nummer 1. Ja, dus dat.